By Longreach is ons filosofie om niet net lippediens te wy dat ons die grond respecteer nie, maar het werkelijk te doen. Ons boer biodynamies, dit is maar eintlik die oudste manier van organisch boer. Ons gebruik nie kunsmis nie, ons gebruik nie chemische middels nie, ons gebruik nie onkruiddoders nie. Dit is een holistische manier van boer, met andere woorden, die hele plaas wordt gezien als een organisme met kom verschillende componenten wat allemaal samen meewerk tot je eindproduct. Nou in ons geval is die eindproduct is natuurlijk druiven vir wijn maak. Dieren spelen een belangrijke rol in de biodynamische plaas. So het ons bijvoorbeeld een goenie beeste. Dit is een ou Afrika ras, baie gehard, met geen medicijnen nodig nie. En hulle is basis ons kompostmachine. Deur die dag waai hulle op verskillende dele van die plaas. In die aand gaan hulle na kraal toe. En daar maak ons van tyd tot tyd hulle mis by mekaar. Daardie mis gebruik ons dan kompost te maak en een paar van die ander preparate wat ons nodig het. Een van de hoofdoelen is om slakken wat daar in wingerde voorkom op te vreet. Die ene is een mis wordt ook bij elkaar gemaakt en een compost gebruik. Hulle eiers gebruik ons restaurant. Natuurlijk van tijd tot tijd verskaf hulle ook vleis vir die restaurant. Diezelfde met hoenders. Hulle mis wordt vooral gebruik in die groentetuine wat groente verskaf weer vir ons restaurant. I am Sally Rods. I'm the gardener. The organic principles make sense. They're actually the most economic way to farm, if you, and they're obviously the healthiest. And it's quite fun because everything sort of fits together. Once you get your systems right, it's actually very easy. One feeds into the other. You just need to get your systems right. We've got chickens that are busy actually making our compost. So we've got chickens that are supplying the eggs for the restaurant. And ducks sometimes do too, but in the springtime. The cow manure goes into the garden tea. We use to water our little seedlings or struggling plants. We use seaweed from the sea. You use that into the garden. So it's everything that is actually around you gets used in the garden to improve it. It needs to be sustainable. It needs to be real. It needs to make commercial sense. But also what's great about it is it's pretty. And how fun is that to be involved in something that not only tastes good, but is beautiful to be around. As jy nou biodynamies of organisch boer, is het belangrijk dat jou grond gezond is. Want als jou grond gezond is, sal jou wingerd gezond wees. Nou, 7 jaar geleden was hier iets toe ons dit verander het van conventioneel af, was hier die grond hier in die blok heeltemal dood. Daar het niks gegroei nie. Niks wou groei nie, ons het selfs gesaai en dit wou nie opkom nie. In die tussentijd het die grond levendig geword en nou kan ons enige ietsie saai, dit kom op en jy kan sien daar is groen goed wat groei op die grond. Ons is op die oomblik midden in die grootste droogte wat die Weskaap van Suid-Afrika omtrent in die mense jeugenis gehad het. Ten spyte daarvan lyk ons wingerde baie goed, alhoewel ons nie eindelijk water gehad het vir besproeiing nie, omdat die waterhou vermoë van die grond so goed geraak het. As ons hier so ingrawe, hoe vinnig raak dit klam onder hierdie houtchips? En dit hou die grond koel en klam. Dis belangrik, want dit help die plant om nie te stres nie. So ons het omtrent 30% meer vog in ons grond waar ons chips het, versus waar jy nie het nie. Die ander ding wat ons gedoen het, jy sal sien, hier is een lekker organische mat van materiaal op die grond. Hierdie is rog en weiwieke wat hier gesaai was in verlede lente. Ons rol dit plat en dit maak een lekker mat. Hierdie mat is belangrik want dit verhoed laat die vog uit die grond uit verdamp. In die een kant, in die ander kant radiasie, die son wat terugweerkaats word op kaalgrond wat die mikroklimaat in een wingerdstok nog warmer maak.
Die biodynamische praktijken is nie net beperkt tot wat ons in die wingerd doen nie. Ons bring dit ook terug naar die keller toe. Ons doelwit is om so na as moontlik in die bottel te kry, dit wat ons grond en klimaat vir ons gee in termen van vrug. Met andere woorden, baie spesifieke terroir gedrewe wyne. Ons doen traditionele praktijken soos 300 jaar terug in termen van wynmaak. Daar word geen commerciële gist toegedien nie, en nergens in die proces enige enzyme of druimiddels nie. Die wyn word ongefilterd gebotteleer en ons probeer het so suiwer en so oorspronklik as moontlik kry. Die feit dat ons natuurlik gis beteken dat ons wyne baie individueel sal wees. Dit is slegs die gis wat op die druiwe doppe voorkom en in ons wingerde groei wat die gis verskaf en derhalwe die wyn se smaak beïnvloed. Met ander woorde baie natuurlike wynmaagtegniek en dit werk baie goed vir ons. Ons kliënte waardeer dit en ons gee baie belangrik unieke wyne aan ons mark. Ek dink Longreach het een trotse verlede van uitstekende wyne wat in die lede geproduseer is en ons wil daar voorbou. Ons wil een van Stellenbosch se top kellers wees. Ons wil die vlag waai internasionaal vir Suid-Afrika en uitstekendheid uitstraal. Ons wil 'n lewenskragtige plaas hê waar jy met jou kinders kan gaan stap as jy wil in die wingerd en jy hoef nie bang te wees vir chemiese spray wat in die lug rondhang nie. Vriendelik is vir mens en dier en goeie vrugte lewer ook natuurlik op die einde.